En een razendsnelle wending zagen we vandaag in het dossier Optima Bank. Gisteren maakte Optima in een persbericht bekend dat het de procedure had opgestart om alle bankactiviteiten af te stoten. Een paar uur geleden blokkeerde de Nationale Bank plots de zichtrekeningen van alle Optima-klanten om een bankrun te vermijden. Het parket bevestigt dat er een onderzoek is naar mogelijk strafrechtelijke inbreuken en fraude. Bart Aerts en Stijn Valk. Voor uw geldzaken heeft u verschillende bekwame adviseurs. Uw bankier, uw boekhouder, uw man of vrouw. Maar wie heeft een volledig overzicht? En wat zijn uw doelstellingen, uw dromen en uw wensen? Steek uw licht op bij Optima. Ons team van experten, juristen, economen en fiscalisten garandeert u voor elk vraagstuk de best mogelijke oplossing. Of de adviseurs van Optima voortaan nog oplossingen zullen aanreiken aan uw klanten, is nog maar de vraag. Vandaag heeft de Nationale Bank de terugbetaling van de deposito's van de Optima-bankklanten geblokkeerd. Het garantiefonds dekt nu bedragen tot 100.000 euro. Een heel uitzonderlijke maatregel. De mensen van Optima Bank hadden weinig bankervaring. Er waren weinig echte bankiers aan de top van de bank. Het is een kleine bank, dus je hebt ook niet zoveel expertise. Een tweede reden is dat de bankreglementering sinds 2011 en ook de jaren voordien stelselmatig is verstrengd. Er worden altijd bijkomende eisen opgelegd. Je moet je risicobeheer goed structureren. En voor de kleine bank zijn dat heel zware lasten. Optima zegt dat het zelf niet langer bank wou zijn en betaalde naar eigen zeggen al een groot deel van de 700 miljoen euro van haar klanten terug. De Nationale Bank heeft een speciaal commissaris aangesteld om de verdere afwikkeling van de bankactiviteit te volgen. Parket van Gent is een onderzoek gestart, want er zouden ook strafrechtelijke inbreuken zijn begaan. De Nationale Bank heeft dus een inspectie gedaan bij Optima Bank, heeft een aantal grove tekortkomingen vastgesteld, opmerkingen overgemaakt. Volgens mijn informatie gaat het over een brief van 20 bladzijden met opmerkingen van dat functioneert niet goed, dat moet beter. Dat hadden we gevraagd te doen en is niet gebeurd. En ze zou ook bij haar inspectie op een aantal feiten zijn gestoten waarop strafrechtelijke straffen staan. Details kennen we daar niet van. Ik heb geen inzage in het gerechtelijk dossier. Maar een aantal mensen zeggen dat het te maken heeft door constructies die zijn opgezet door de hoofdaandeelhouder en de voorzitter van de Raad van Bestuur, dat is de Gentse zakenman Jeroen Piqueur, om geld uit de bank weg te halen in zijn voordeel door heel hoge onkosten notas in te dienen of door factuurder neer te leggen voor prestaties die hij niet geleverd heeft. Via timesharing wordt u voor de rest van uw leven elk jaar opnieuw gedurende een aantal weken eigenaar van uw toeristische droomvilla. Jeroen Piqueur is de oprichter en hoofdaandeelhouder van Optima. In het verleden was hij specialist timesharing. De totale vakantiemarkt in België, denk ik, kunnen we zo schatten in een paar miljoenen gebruikers. Piqueur, hier rechts, vroeg gewezen SPA-politicus Luc van den Bossen om voorzitter te worden van het directiecomité van Optima Bank. Dat was hij tot 2015. Hier ondertekenen ze een samenwerking voor het nieuwe voetbalstadion van AA Gent. Een samenwerking die ze later stopzetten. In 2011 neemt Optima Ethias over. De specialist in persoonlijke financiële planning en vastgoedpromotor wordt zo dus ook een bank. Tot het gisteren zijn bankvergunning kwijtspeelde. Ze hebben nog een vergunning als verzekeringstussenpersoon. Dus ze kunnen verzekeringsproducten of beleggingsfondsen die in een verzekeringsproduct gegoten zijn, die kunnen ze blijven verkopen. Maar er is sprake van dat die andere toezichthouder is nu de FSMA. Ook bekijkt of die vergunning niet moet worden herroepen. Als ze die twee vergunningen verliezen, mogen ze eigenlijk geen financiële producten niet meer verkopen, geen financiële diensten meer aanbieden en ja, verliezen ze een belangrijke bron van inkomsten. Optima is actief als sponsor in het tennis, voetbal en basketbal. Zo kwamen ze positief in het nieuws. Maar na jaren geruchten over bedenkelijke constructies is de goede naam nu helemaal besmeurd. De reputatieschade is er wel, dus het zal niet evident zijn om voor te werken. Dus een mogelijkheid is om een overnemer te zoeken voor die instelling. Een gereputeerde instelling die zegt wij zien wel wat brood in de activiteit van financiële planning. Optima heeft daar heel wat know-how. Wij kunnen dat misschien gebruiken, wij willen daarvoor betalen, maar dat moet afgewacht worden. Plan uw financieel geluk met Optima. Vraag geen advies, maar eis een plan.
En onze redactie had Jeroen Piqueur vanmiddag aan de lijn. Hij ontkent alle aantijgingen, maar wilde dat niet voor de camera herhalen.